Hoi, ik ben Kim, 14 jaar oud. Ik ben Pieter de Groot en ik ben 14 jaar oud. En samen hebben wij met meneer Wetman brieven geschreven. Ja, dat klopt. En wij wonen 5,6 kilometer van meneer Wetman vandaan. Hoi, ik ben Dominique. Ik ben 15 jaar oud en heb 2 telefoongesprekken gehad met Koos Visser. Hij woont 2,6 kilometer van mij vandaan. Hey, ik ben Anne Matten. Ik ben 14 jaar oud en ik kan sprutsen met mijn vrouw wat die meenemen. Die nacht je stien wordt voor mij wij wennen. Oh, hi. Ik ben Renske. Ik ben 12 jaar oud. Ik ga Skype met mevrouw Doetie bij Zijlstra. Zij het de oorlog in Draskompanijen mij maken. Waar ik nou aan je? Ik ben Julian, 14 jaar oud. Hoi, ik ben Thijs, 15 jaar. En wij hebben samen met meneer Van der Meer een telefoongesprek gevoerd. En mailcontact. Hoi, ik ben Sita, ik ben 14 jaar en ik kan brief schrijven om mevrouw Van der Leij. Mevrouw Van der Leij is nu 90 jaar oud en wen het in te hoors. Hoi. Ik ben Irma, 16 jaar. En ik ben Lily. Ik ben 12 jaar oud en wij hebben geskypt met Sjane van der Vlucht. Echt een super lieve vrouw. Hallo, ik ben Marnik. Ik ben 11 jaar oud en ik heb gemaild met meneer Rens van der Leij. Geïnspireerd door deze ontmoetingen hebben wij pakketjes gemaakt voor jullie. Want nu we na 75 jaar vrijheid allemaal zoveel mogelijk binnen moeten zitten, willen we deze ontmoetingen juist nu met jullie delen. We staan niet alleen bij het verleden stil, maar ook bij de ingewikkelde tijd waarin we nu leven. Wij zijn niet de enigen die zo'n soort project doen. Precies nu, op dit moment, wordt er op 40 andere plekken in Nederland ook een project gedeeld door jongeren over de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam. In Maastricht. In Nijmegen. En net als wij hebben nog veel meer jongeren zich verdiept in de Tweede Wereldoorlog. En dit pakket gaat door de inwoners van Smallingenland. Oké, je mag beginnen. Open de eerste envelop maar. Vooruit, maak maar open, het mag. Fijne voorstelling.